Ja, jullie zien het. Geen toegang. En dat is aan de ene kant hartstikke mooi, want we hebben het gevonden. Het stuk waar we wilden zijn. Precies bij het dierenhek, zal ik maar zeggen. Nou, dit hele gebied mag je niet komen, want dit is rustgebied voor het wild. Maar de dieren kunnen hier de weg niet over, dus wat doen ze? Ze gaan die kant heen, waar je dus wel mag komen. En nu is de vraag... Ik laat jullie even het bos zien, open. Daar komen we vandaan. Nou, dus die kant en die kant mag je niet in, ook niet. Via daarachter. Dus dat hele stuk hier is verboden terrein. Dus al die beesten die hier rusten, die lopen dit pad heen naar de kant waar je dus wel mag komen. Dus dit is al heel erg geweldig. We zitten hier pal langs een snelweg. Een A-weg, meer wil ik er eigenlijk op dit moment niet over zeggen. En je ziet dat het loopt hier naar beneden. Wauw, jongens, kijk eens. Het loopt hier extra, een wildtunnel. We hebben een wildtunnel ontdekt, of niet? Ja, we hebben een dassentunnel, of niet? Wacht, dit is heel mooi. Of wat is dit? Ja, oh jongens, kijk eens. Zie je dat? Geweldig. Ik weet niet of er water in staat, maar dat is voor de beesten. En ze kunnen dus hier de snelweg onderdoor, naar de andere kant. Je zou haast zeggen, hier moeten camera's zijn, maar dat is dus niet zo. En je ziet het wordt gebruikt. Jongens, ik wist niet dat dit hier was, maar laat het even op je inwerken, de snelweg. De wildtunnel. Ze komen van de berg af naar beneden. Ze gaan onder de snelweg door naar de andere kant. Het is 14:10 precies. Dus het is nog lang geen etenstijd, 17 uur. En we wouden een stuk dicht bos gaan zoeken. En je ziet het, we hebben het gevonden. Het driehoekige bos waar we naar op zoek waren. Daar is het. En hier gaat het dus om. Ja, vroeger... 6 jaar geleden was dit er nog niet, tenminste dat zwarte gedeelte. En ik kom, als ik hier pal tegenaan ga staan, dan kom ik tot hier. Dus je kan wel nagaan hoe hoog dit hek is. Zie? Een hert kan er niet overheen, maar nu. Hier gaat het om, dit stuk bos. En officieel mag je dit lopen, dat lopen, daarachter mag je lopen en daar is dus die wildtunnel. En dat stuk waar je dat bootje ziet, dat is officieel verboden terrein, rustgebied. En je ziet het, daar is de ecoduct of de brug en wij dachten dat we daar uitkwamen. En niet dus. Dus het is hartstikke mooi, we hebben het gevonden. 100%. Nou, dat is al één ding waar we blij mee kunnen zijn, maar ik gebruik dus vandaag één keer de herrie van het verkeer om een goede plek te vinden. Maar nu, hier gaat het om, wacht. Ja, het is dichter als dat ik gedacht had. Ja, dit is het. Perfect. Ja, in cijfers uitgedrukt, ja, bijna 100%. Daar is het. Oh man, ik ben heel erg blij. Vroeger stond hier een hele grote boom, die is nou weg. Je ziet het, daar heb je een weg. Ja, 100% op beeld. Dus dat is één barrière. Daar heb je barrière nummer 2. Je mag er niet komen. Barrière nummer 3. En het geluid, barrière nummer 4. Beter kan niet. We gaan beginnen. Wow.
Ik heb het wel eens vaker gezegd. Ik dacht dat het een kutdag werd. Maar dat is niet zo. Je ziet het maar weer. Maar jongens, kijk eens even. Wat is hier gebeurd? Ze hebben blijkbaar een of andere kabels vanuit het bos gespannen naar dat ding. Dat is ook wel interessant om het te gaan filmen. Ja, dit, kijk eens. Hier gaat het om. De zon gaat schijnen. Yo. We hebben net de hagelstenen meegemaakt en nu gaat de zon schijnen. Nee, het zijn kettingen. What the hell? Jongens, waarom hebben ze dit gemaakt? Kijk even. Hele zware touwen of kettingen. Wacht, nee, toch niet. Kijk, om dit stuk bos gaat het. Maar dit is nog een bos wat open is. Daarachter krijg je pas het hele dichte bos. En ik zie ook dat ze het nu hebben uitgedund. Heel erg eigenlijk. Die bomen die waren 6 jaar geleden helemaal groen. En nu niet meer. Maar ik zie op mijn GPS dat we iets verkeerd zitten. Want wij moesten dit ding in de gaten houden. En dan was het daarachter voor dat stuk. Dus we moeten nog een stuk verder lopen. Maar dit heb ik tot nu toe zo ook nog niet meegemaakt. Kijk naar mijn duim, hoe dik het is. Het is een soort van gevlochten iets. Ja, ik zou haast zeggen dat het is als ze dit ding eruit rijden, dat die vast blijft zitten. Maar anders zou ik ook niet weten waarom deze installatie hier zo is. Geen idee. Als jullie het weten waar dit voor dient, zo, zet het zeker onder de video. Dat is de eerste keer dat ik dat zo zie. Hier is het nog een keer verankerd in de grond. En zo ziet het eruit. Camerabewaking. Of wat is het? Ja. Dat is heel mooi. Hij staat de andere kant op. Wij moeten dit stuk nog aflopen. Nou hoop ik alleen één ding. Dat ik niet denk wat het is. Want nee, het was. Ik ga hem hier even iets verder het bos in schuilen, zeg maar. Om die herrie een beetje kwijt te zijn op de camera. Hier was het dus achter. Dus het moet of dit stuk bos zijn. Maar mocht het dit stuk bos zijn, dan hebben ze het extreem, maar dan ook extreem uitgekapt. Nou hoop ik dat daar aan die kant nog een stuk bos is. Maar ik betwijfel het. En dat zou heel erg jammer zijn. Ik kan het wel herkennen aan die walletjes, zeg maar zo. Dat we waarschijnlijk wel goed zitten. Maar die walletjes kun je ook aan de andere kant hebben. En ja. Nee. Nou, het is heel erg spijt. Wow, jongens. Wat ligt hier? Hier ligt een hele fles alcohol, of niet? Kijk eens, een hele oude fles hebben we gevonden. Gaaf, jong. Heel erg geweldig. Wow. Eigenlijk wil ik bijna zeggen, actie mislukt voor 99,7%. Maar er is nog een hele kleine kans dat we toch iets verkeerd gelopen zijn. Nee. Oei. Ze hebben het helemaal uitgekampt, dit stuk. Ja. Nou, oké. Ja, niet altijd alles gaat goed. Maar het, ja, ze hebben het dus weggekapt, zeg maar, een heel gedeelte. Dus we moeten blijkbaar vanavond een andere planning maken. En die heb ik al klaarstaan, gelukkig. Oh. Ik zou bijna zeggen, ik vind het heel erg verdrietig. Maar dat ga ik dus zeker niet doen, want omdat ik nog meer plekken heb. Ik heb vandaag trouwens wel een hele mooie vlog kunnen maken in een wel dicht bos. Ah, berkje, of niet? Kijk eens. Wel echt geweldig. Ja. Roofvogel.
Ja, die zitten hier ook. Die zaten er vroeger al en ze hebben nog steeds hun eigen plek. Ah, jongens, dan moeten we helemaal via de weg teruglopen. Nou, deze actie is dus al niet geslaagd. Ja, hij is wel geslaagd 100% dat we de plek gevonden hebben. Maar het ging dus om dit stuk bos. Maar ik zal thuis eens eventjes kijken, want als je helemaal verder doorrijdt, dus dat stuk waar je niet mag komen, en dan nog verder, dan mag je wel weer komen. Daar heb je ook een stuk dicht bos. Maar ja, jongens, het kan zijn dat ik me heel erg vergist heb, want je ziet hier deze wilddingen en je ziet heel duidelijk daarachter een knik. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat, ik kan het niet op de camera zien, maar mocht daar ook nog een metalen schot over de weg zijn, dus die je zo straks gezien hebt met dat touw, dan moet die plek daar zijn. Maar kijk dan zeker de volgende video, want dan hebben we de plek werkelijk wel gevonden. Het kan zijn dat we een stuk uit koers zijn, want ik heb de hele tijd niet op de GPS gekeken. En omdat ik dit ding ervoor aanzag dat we er waren, maar nou krijg je het al, die touwen die hingen er vroeger niet aan. Dus het kan zijn dat we verkeerd gelopen zijn, maar kijk zeker de volgende video. Dan zie je dat ik hoogstwaarschijnlijk zo'n stuk dicht bos ga verkennen dat ik daar naar binnen ga lopen.